In Parijs wordt eindeloos over vrede gepraat. En al die tijd mogen er geen schepen naar Duitsland. Zodat de honger daar steeds erger wordt. Huisvrouwen verkopen hun kleding voor wat brandhout en aardappelschillen. Midden op straat vallen mensen flauw van de honger. Overal in grote steden zwerven kinderen op blote voeten rond en bedelen om brood. We willen onze nourriture. Comme il a fait avec le chandail. C'est pour ça qu'il est toujours en aussi bonne forme. Pour ça, il tient si longtemps. Si nous ne regardons pas, ils veulent tout. Toujours en train de payer ses amants. Vlak voordat de Duitsers kwamen, hebben we onze dure spullen verstopt. Zo vreemd om alles weer terug te zien. Het deed denken aan de tijd dat we nog gelukkig waren. En aan alles wat we verloren hadden. C'est celle de papa. Ici, on rentre encore une fois dans notre maison. De situatie in Duitsland is zo slecht dat mensen beginnen te protesteren. In een paar Duitse steden breken zware gevechten uit, waarbij vele doden vallen. De Duitse regering smeekt de Engelsen een einde te maken aan de zeeblokkade. Niemand hoeft meer bang te zijn voor het Duitse leger, zeggen ze. Maar wel dat er in Duitsland een revolutie uitbreekt, zoals in Rusland. Lucien durft niet meer alleen te slapen. Hij is bang dat hij 's ochtends wakker wordt en iedereen weg is. Maxime lacht hem uit, maar hij gaat toch steeds naast hem liggen. Omdat we allemaal hetzelfde voelen. Het huis is zo leeg nu papa er niet meer is. Tu restes ici. Non. De Engelsen en Fransen trekken zich niets aan van de ramp die zich afspeelt in Duitsland en willen hun eisen niet versoepelen. Hun soldaten staan klaar om door te vechten als Duitsland niet akkoord gaat. De Eerste Wereldoorlog kan ieder moment weer losbarsten. Maman? Où est l'aimant? Les vêtements.
vêtements de papa. Het was niet de Duitser die we in huis hadden gehoord, maar mama. En dat maakte Maxime nog kwader. Maxime, où as-tu ce pistolet? Donne-moi ce pistolet. Donne-le-moi. Donne-moi ce pistolet. Il n'y est pour rien, tu sais. De Duitser had ons niet bestolen. Steeds als we sliepen had mama hem te eten gebracht. Brood, wijn en soms ook schone kleren. Je vais le tuer. Max! N'approche pas ma mère. La guerre est finie. C'est fini. Non. Pas pour nous. Arrête, s'il te plaît! Qu'est-ce que vous faites encore ici? Retournez en Allemagne! C'est fini! Tu as gagné, j'ai perdu! Vraiment? Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Hein? C'est fini, c'est fini! C'est fini! C'est fini. Op 28 juni 1919 tekent Duitsland het vredesverdrag. Precies 5 jaar na de moord op de Oostenrijkse troonopvolger in Sarajevo, waarmee de Eerste Wereldoorlog begon. Duitsland en zijn bondgenoten krijgen de schuld van de oorlog en worden zwaar gestraft. Ze mogen nooit meer een groot leger hebben en moeten alle schade terugbetalen. Ook verliezen ze veel land aan hun buren. De grensstreek Elzas-Lotharingen gaat naar Frankrijk. Oostenrijk-Hongarije wordt opgedeeld in nieuwe staten, waaronder Polen en Tsjechoslowakije. En die Duitse krijgsgevangenen in Frankrijk, die mogen nog steeds niet naar huis. Ook al is het al lang vrede. Léa Tempère. Je suis désolé. Parfois, quand nous vents se mettaient à souffler, mon père travaillait au champ. Je lui apportais. Il le mettait, même s'il n'avait pas froid, juste pour moi. Il ne voulait pas que je sois venue pour rien. C'est comme ça qu'il était mon père. Hoe meer hij over papa praatte, hoe minder boos hij leek. Alsof hij de oorlog beetje bij beetje los kon laten. Je te cherchais partout. Bien, allez. C'est un bon chandail.
In plaats van het voorkomen van nieuwe oorlogen, lijkt het vredesverdrag meer gericht op wraak. Het Duitse volk is dan ook woedend over de zware straffen en hoopt ooit de verloren gebieden weer terug te kunnen pakken. Deze woede wordt een van de oorzaken voor een nog groter en bloediger conflict. De Tweede Wereldoorlog. Pas in 1922 keren de laatste Duitse gevangenen terug naar huis. 8 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog. Maxime. Où est-il? Merci. Maman, pourquoi faut-il qu'il parte? Il ne peut pas rester avec nous. Merci pour tout. Het was bijna alsof we voor de tweede keer afscheid namen van papa. Au revoir. Maar dit keer was de oorlog voorbij. Beleef zelf de Eerste Wereldoorlog en speel de 4 missies als je durft. Kijk op ntr.nl/kleinehanden.